Een hele goede morgen. Ja, ik heb een bril. Ik ga jullie dadelijk alles vertellen over mijn nieuwe bril. Ik heb nu even lekker een pantosti voor Dion gemaakt. Die is die aan het eten aan tafel. En een pantosti voor mezelf. Even mijn medicijntje innemen, een glaasje melk. En dan gaan we er weer tegenaan vandaag. Zo, nou, ik ga nu even mijn kleine van school halen. Ik ben benieuwd hoe hij het heeft gehad op school. Kijk hier, broek. Nou, ik krijg Eli zo terug. Zijn broek zit binnenste buiten. Nee. Heb je het zo aangedaan met gimmen? Hè? Ja, ik het zit toch niet goed? Nee, ik zou je? Ik kom niet doorheen. Kan je dit alleen doen? Vond je het wel leuk op school? Ja. Ja? Heb je met de kindjes gespeeld? Ja. Nou. Ben ik blij om vriend. De symbool wordt dadelijk afgemaakt, hè? Ja, dat is niet Kien. Nee, dat mag je zo zien. Hallo, ik heet Eli. Ik heb Tote. Ik heb Poepie na. Jullie zien het. Eli wordt een hele goede vlogger. Ja. Heb je je schoenen uit? Ja, toen is het ineens. Ik ga eventjes zijn jas ophangen en zijn tas uitpakken. En even een beetje verder met Rozen. Nee, dit! Oh, dat is niet fijn. Nee, ik ging nog in toon. Nou mensen, ik heb een nieuwe bril. Ik ben naar de Pul gegaan en toen ging ik mijn ogen laten testen. Want ik zag van ver weg echt helemaal niks meer. Ik dacht elke keer dat mijn raam vies was in mijn auto. Borden kon ik niet meer lezen. Ja, gewoon eigenlijk niks meer. Oh, dan heb ik een oog. Ja, toen heb ik mijn ogen op laten meten. En ik heb nog maar voor 75% zicht. Dus ja. Ik heb een bril op. Hij is van Versace. Echt super blij mee. Dus ja. Ik ben er helemaal happy mee. Ik ga nu even snel mijn jas aandoen en dan met Eli naar school. Want ik heb een gesprek op school over Eli. Dus ja, daar ga ik even snel heen. Ik neem Eli lekker met me mee. En ik ben benieuwd wat ze me te melden hebben. Ik kom zo bij jullie terug. Oké. Okay. Ik ben even die zak weg. Ga ik even naar de kapper. Oh, yo. Love you. Maar kijk hoe lekker ze is. Is voor mij, hè? Maar kijk, hè. Lekker, hè? Kijk. Doei. Help eens, help. Ik ga hem even helpen. Ik ben even aan het video bellen, maar ik heb even de was opgehangen. Kijk, daar hangt alles lekker. En ik heb zo lekkere wasparfum. Ach, heerlijk. Als jullie het konden ruiken. Bizar. Kijk uit. Nou, ze gaan nu zeg maar de symbool afmaken. Ik ga jullie dadelijk laten zien wat er allemaal gaat gebeuren. Ik ben echt super benieuwd. Er staat een hele grote bouwlamp in mijn woonkamer aan. Vandaar dat het zo overbelicht is. Het wordt zwart. Hij heeft ook bruine latjes gehaald. Die zijn wel heel mooi. Die ga ik jullie ook laten zien. Echt, ja. Superleuk. Nou, mensen, weet je dat ook gewoon zo fijn is? Deze gasten werken zo verschrikkelijk snel. Dat is echt niet normaal. Het gaat zo snel allemaal. Ik had ook een mooi plankje gehaald voor Dion's PlayStation. Dus die is ook helemaal happy de peppy. Ik ben echt benieuwd. Daar kan ik echt gelukkig van worden. We zijn bezig, beneden bezig, dus ja, en wat stof en alles.
Dion stuurde mij. Komt goed. Mis je man. Ik ben helemaal depressief, joh. Je bent mijn drugs. Ik ben verslaafd aan jou. Hij heeft nachtdiensten gehad en we hebben elkaar bijna niet gezien. Door het werk en alles. Dus dan is het helemaal depri. Hij moet zich niet zo aanstellen. Nou, ik ben heerlijk aan het strijken. Kijk dan, hij is af. Zo mooi. Nieuwe televisie. En zeg maar dit, hieronder gaat nog weg, maar dan moet even wachten op de nieuwe vloer, want hier zitten draden achter, dus dat ziet er niet uit. En ook voor die kleine is het gevaarlijk. Dus, dit is echt heel mooi, hè? Ja, schat. Ik ben er heel blij mee. Ik zal heel eventjes de link van hem onder mijn video zetten voor de mensen die... Eli! Ik zal even... Goede levering, goede kwaliteit, geen rotzooi, alles is schoon. Amazing. Eerlijk schat, kijk even hoe we allemaal voor elkaar hebben. Slecht hebben we het niet, toch? Ik vind het zo mooi. Ik ook. Echt mooi, hè? Kom jij uit Rotterdam? Mooi hè, schat? Ja, ik ben er zo blij mee. Mensen eventjes, die wil ik wel even zeggen. Ik ben niet gauw enthousiast over mensen, over werkmensen en zo. Dan ben ik serieus. Maar deze man, Turkse man, echt een wereldfan. Hij kan echt goed werken. Dit is een vakman. Kijk maar. Dit is echt niet normaal. En snel hè? Ja. En zonder rotzooi. Ja, en hij doet voorzichtig en je kan hem ook vertrouwen. Enige, ja, hij spreekt gebrekkig Nederlands, maar ja, dat is logisch als je uit een ander land komt. Ja, maar daar, je hoeft niet met je taal dit aan de muur te plakken. Nee. En daarbij, als ik nu wat wil doen in mijn huis, in ons huis... Dan is hij de eerste. Dan is hij de eerste wie ja, ik bel. Want hij kan echt alles. Abilan. Echt zo mooi. En mensen, het is niet dat ik dit gratis heb gehad, hè. Want ik ben gewoon super blij dat dit gewoon zo mooi is geworden. Kijk, hij werkt gewoon niet voor gratis. Hij gaat het gewoon niet gratis doen. Wat logisch is. Maar ik ben gewoon zo blij. Want ik vind het gewoon zo super mooi dat we lekker dadelijk met kerst een mooie kerstboom neerzetten. Ik ga deze... Het groene hier ga ik lekker zo van maken met wit met kerstballen erin en met lichtjes erdoorheen. Ja, het is gewoon echt zo mooi. Ik ben zo blij. Vind jij het mooi, Eli? Ik ga nu even lekker gehaktbroodjes maken. En dadelijk kippetjes in de oven doen. We gaan een lekker gezellig avondje voor de televisie. Oh, echt heel mooi. En Dion vindt het ook echt super mooi. Je ziet het echt aan omdat hij helemaal glundert. Dat hij er echt heel blij van is. Oh, ik moet bijna huilen. Wat een korkie. Ik ben zo emotioneel. Ik vind het echt heel mooi. Nou, ik ga even bladerdeeg broodjes maken. Ik heb hier even olijfolie op gedaan. Dit is aan het ontdooien. Ik heb er trek in. Ik ga nu even een uitje snijden. Dus dan mag je nog even. Nu de oven. Ja. Ja, lekker bij vrouw. Lekker bij vrouw. Kijk hoe mooi.
Nou, ik zit die broodjes te eten. Ik nog niet, maar dat gebeurt zo wel. Dion dan net even een happie. Die gaat nu aanvallen. Ja. Die gehakt is heftig gekruid, hè? Je moet aan de kant. Hé? Hey. Ja, wel. Lekker hoor. Dat is mijn wijf. Love you, hè? Ik moest net alweer huilen. Waarom? Omdat ik zo mooi vind. Echt? Ja.